Hi, vandaag zijn we gezellig in Amsterdam bij Molly's Arenas Ik heb Arcade. vandaag mijn beste vriendin Bo meegenomen om gezellig te gamen en bij te kletsen. Deze arcade is voor volwassenen en natuurlijk kan je hier ook gezellig met je kind naartoe. Maar Bo en ik vinden dit soort uitjes echt helemaal geweldig. We houden wel van een beetje avontuur en zeker wat uitdaging. Genoa leeft zich intussen uit en wij ook. Zoals je ziet kan het bij mij ook nooit normaal. Bo die doet het eventjes voor en die laat even zien hoe het eigenlijk wordt. Basketbal en voetbal is meer mijn ding. Ik ben lekker lang en heel sportief. Ik kan wel niet altijd tegen mijn verlies, maar hey, I'm trying. Hier dachten wij dat we een dansspel aan het spelen waren, maar uiteindelijk bleek dat gewoon helemaal niet zo te zijn. We vonden het al raar van, hè, waarom zien we niks? Maar Genoa die komt ons eventjes uitleggen hoe dat wel hoort. Ja. Zie je, soms is het echt goed dat je je kind even af en toe meeneemt naar dit soort dingetjes. Als je van gamen en anime en ramen houdt, dan moet je hier echt naartoe. Hier heb je echt de tijd van je leven. We hadden lekker anime iced tea gedronken, wat ramens gegeten en nog een iced mochi, een soort van lekker ijsje. Het was echt heerlijk. Ik moet nog flink oefenen om te eten met stokjes, maar Bo die legt het even uit. Nou, ik ga eventjes de VR proberen, want ja, ik heb het nog nooit eerder gedaan. Ik vind het zo spannend zoals je ziet, het gaat helemaal mis. Nou, Bo die doet de Rollercoaster Tycoon en nou, dit was me toch echt een rit. Volgens mij gaat ze hier nooit meer in. Maar ja, het was heftig. Wij hebben echt genoten bij Molly's Arena's Arcade. Nou, fijne dag verder. Ciao!